In het kader van het officiële bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan Suriname is er op zondag 16 januari 2022 een voorbereidend overleg gevoerd met verschillende actoren van Surinaamse en Braziliaanse zijde. Directeur Miriam McIntosh van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking benadrukt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname het belang van dit bezoek. Wat valt en staat er te gebeuren met het bezoek van, officieel bezoek van president Jair Bolsonaro en ook het bezoek van president Irvin Ali? Je moet weten, kijk, het zijn twee buren van Suriname, Guyana en Brazilië. En het is meer dan 10 jaar geleden dat we een Braziliaanse president op officieel bezoek hebben gehad. Suriname en Brazilië hebben een heel goede samenwerking met elkaar. Technisch gebied, maar ook op politiek gebied, op defensiegebied. Dus het is altijd goed dat staatshoofden op het hoogste niveau de strategische besprekingen met elkaar hebben om die samenwerking echt een beetje een verdere impetus te geven, een verdere push te geven. Je ontmoet elkaar wel natuurlijk op andere internationale events, maar het is altijd goed dat je je bilaterale betrekkingen ook op het hoogste niveau gaat aanhalen. En dat is eigenlijk ook het doel dat we echt weer goede afspraken gaan maken, als twee presidenten natuurlijk, ook de samenwerking bestendigen. En samen met president Irvin Ali gaan de twee andere presidenten initiële discussies hebben over strategische samenwerking tussen de drie landen.